Het zingen en pianospelen creëerde echt een magisch moment, wat ik steeds maar weer wilde doen. Dit was wel het begin waar ik begon met eigen teksten schrijven en eigen muziek maken. Ik had wel altijd het idee om het met mensen te delen, maar dat vond ik toen nog wel heel spannend. En nu is dat wel anders. Meet me at the day, you'll be running around, around. Ik heb eerder dit jaar in Tivoli opgetreden. Nu ga ik in oktober in Eindhoven optreden in het Muziekgebouw. En dat is in een zaal voor 300 man. En ja, nee, dat is echt een nieuwe mijlpaal voor mij. Ik had eigenlijk vroeger echt nooit gedacht dat ik zou optreden en dat mensen echt gewoon muziek luisteren. Ja, ik ben best wel trots op mezelf. Divya is ooit begonnen. Wil jij ook beginnen met iets waar je later profijt van kan hebben? Begin dan nu na sparen met eenvoudig beleggen bij ING.